Het kabinet, dus ook Rutte, hebben nu een helder antwoord gegeven. Men heeft het dossier bestudeerd en gezegd, nou, er zitten toch heel veel voetangels en klemmen. Laat ik het zomaar vertalen. Maar aan de ene kant dachten de slachtoffers, misschien worden ze dan alsnog gepakt. Ik weet niet of alle slachtoffers dat dachten. Ik heb ook in die tijd andere geluiden gehoord. Dat zijn de mengingen van de emotie van het moment. Wij wisten dat het voor deze verjaarde zaken niet meer ongedaan gemaakt kon worden. Maar wat zegt dat dan over Rutte, dat hij dat er zomaar uitvloept? Het zegt over Rutte dat het een betrokken mens was en dat hij dat vanuit zijn hart heeft gezegd. Ja hoor, is hij zijn premier. Maar als minister-president was het mogelijk beter geweest wanneer hij op dat moment al het antwoord had. U bent maanden bezig met dit onderzoek en dan komt de premier en die zegt, nou misschien kunnen we ze toch nog wel oppakken. Terwijl u ook al wist dat het niet kon. Dat is toch misschien toch wel frustrerend. Dan meneer Van Eyck, een korte vraag aan u. Premier Rutte die heeft gezegd van, we gaan kijken of we de daders van het kindermisbruik mogelijk nog kunnen aanpakken. De regering heeft nu gezegd, dat kan toch niet. Wat vindt u daarvan? Ik verwijs u naar de brief van minister Opstelten die hierover heel duidelijke taal spreekt. Maar daar heeft u toch wel een mening over? Ja, maar ik sluit me aan bij de brief van de minister Opstelten. Die gaat daarover. Maar u vindt het niet jammer dat de daders dan alsnog aangepakt kunnen worden? Ik sluit me aan bij de brief van minister Opstelten. Maar u bent aartsbisschop, u heeft er wel een mening over? Waar gaan wij zitten, John? Oh, kijk aan deze kant. Er zijn kinderen misbruikt, dan is het toch prettig als de daders kunnen aangepakt worden? Typisch Eyck. Hij draait eromheen. En deze mensen moeten gewoon eens een keertje flink aangepakt worden. Mijn problemen zijn nog steeds niet verjaard. Ik heb nog steeds psychotherapie. Ik heb mijn hele leven is niet op orde. Is dus eigenlijk verziekt door dat verleden. Dat is nog steeds een onvoltooid verleden tijd. En dat blijft het zolang er geen kans is op erkenning, op gehoord worden, op genoegdoening, op schadevergoeding. Ik stelde u een korte vraag. Van Eyck, die reageert niet en die wil er ook niet reageren. Als ik over daders en slachtoffers begin, dan haalt hij ook zijn schouders op. Ja. Wat is dat voor man? Hij mist empathie. Dat kennen ze namelijk niet. Ze weten niet wat dat is, empathie. De hele houding is nog steeds verre van fair en integer. Ze doen nog steeds aan schadebeperking. U moet zich toch ook wel schamen op een of andere manier voor die daders? Meneer Van Eyck. Daar zullen we straks een kort statement over doen. Hè? Nee, begrijp ik al, maar ik stel u een korte vraag over wat de premier heeft gezegd. Daar heb ik op geantwoord. Hartelijk dank. U verwees naar een brief. U heeft toch ook al een persoonlijk idee erover? Ik denk dat ik voldoende geantwoord heb zo. We gaan nu beginnen. Ja.